Nou ja, wij zijn inderdaad niet om een partij te promoten, politieke partij. Maar het is eigenlijk heel simpel eigenlijk om te kijken van waar je op gaat stemmen. Nou, het is eigenlijk gewoon, eigenlijk bij mij is het persoonlijk heel simpel. Een ja of een nee tegen de EU. Gewoon negatieve partijen die tegen de EU zijn, kijk gewoon daarop stemmen. Ben je tegen de EU, stem je gewoon op partijen die anti de EU zijn. Nou, er zijn heel veel pro-politieke partijen die dus de EU nog steeds rondhal aan vinden. Ik hoorde pas weer op het nieuws dat er is 300 miljard euro erbij gekomen. Dus er staat er dus op 1300 miljard, waar wij dus moeten gaan betalen aan de EU. Dat is dus gezamenlijke landen, dat moeten wij binnen 7 jaar gaan betalen. Het zijn allemaal projecten die verzonnen worden. Dat wordt allemaal gecodeerd onder internationale EU-verdragen. En internationale verdragen staan boven grondwet. En zo word je eigenlijk automatisch overgenomen als de Nederlandse provincie van de EU. Dat is een heel slimme trucje. Er worden heel veel wetten worden ingevoerd. Waar we eigenlijk ook helemaal niet geen flauw benul van weten dat die ingevoerd worden. Dus bijvoorbeeld, er is ook een wet ingevoerd dat er dus als er een bankcrisis komt, dat je geen bankenrun kunt maken. Dus je kan dus niet meer geld opnemen. Dus dat is dus, je bent dus al je geld kwijt. Dus dat is ook, dat heeft de EU ook besloten. Dus ik zou zeggen, kijk goed naar van wat de EU is. De gedachtegang achter de EU, die de godvader, Walter Hallstein, een nazi-jurist. Dat valt allemaal terug te zien. Dus google maar na, Walter Hallstein. Wat die met de EU te maken heeft. Dus er is een plan B. Het is gewoon simpel, de Verenigde Staten van Europa. En dat is dus mijn gang. Wat ik ook net hoorde is dus dat de Nederlandse staat is gedaagd van het internationaal gerechtshof. Er zijn geloof ik uit mijn hoofd, weet ik niet, maar 10 aanklagen. Dat is op 24 mei in Den Haag. 7 uur, ik ben even vergeten waar het is. Dus het komt allemaal tezamen. Interessant, want Nederland wordt aangeklaagd wegens oorlogsmisdaden in het Midden-Oosten. Dus mensen, ik zal het nog eventjes herhalen. Oorlogsmisdaden in het Midden-Oosten. 800 Toyota's weggegeven aan terroristische groepen in het Midden-Oosten om een stad weg te krijgen. Voor miljoenen aan communicatieapparatuur weggegeven aan zogenaamde groepen die dan zogezegd tegen Assad waren, maar eigenlijk ook heel veel materieel in de handen van de ISIS zijn gekomen, bevoorraad. Ze zijn dus ook verantwoordelijk voor geheime operaties in het Midden-Oosten, bommen gegooid op de infrastructuur. Watercentrales, ziekenhuizen, elektriciteitscentrales gebombardeerd. Daar is de Nederlandse staat dus verantwoordelijk voor. Dat wordt dus 24 mei op de kaart gebracht. Dus we zijn er aanwezig. Dank u wel voor uw aandacht. Sluit af.